Maar eerst voor Art. Rennen tot je erbij neervalt met Guido van der Werven. Drie marathons, twee halve marathons, twee triathlons, één halve triathlon en nog twee runs van 50 kilometer. Dat was de sportagenda die kunstenaar Guido van der Werven pas voor 2012 voor zichzelf op Facebook zette. Gaat, kun je mooi zien in deze film, You're Always Only Half a Day Away, die hij draaide rond zijn eigen huis in Finland. En wat hij deed, 12 uur lang bleef hij permanent rondjes rond dat huis lopen, zonder te stoppen, alsmaar doorgaan, in totaal wel 100 kilometer. En daarmee laat hij zien dat hij heel erg de grenzen van zijn eigen lichaam, van zijn eigen geest, van zijn eigen uithoudingsvermogen opzoekt. Maar je kunt je tegelijkertijd afvragen, waarom doet een kunstenaar dat vredesnaam? Nou, ik hou wel van uitdagingen. Ik ben ook wel op zoek naar iets nou, niet misschien iets nieuws, maar wel iets spannends om te doen. Je kunt erover nadenken dat ze wel misschien zwaar waren of uitdagend, maar net als het werk met een Noordpool bijvoorbeeld. Ik vond het gewoon een mooi gegeven dat het gewoon fysiek mogelijk was om niet met de wereld mee te draaien voor een dag. Ik had nooit het idee dat ik daar zeg maar mijn grenzen op ging zoeken. Maar hoe ver kun je als kunstenaar dan gaan? Begin dit jaar beklom Guido van der Werven de Aconcagua, met 7 kilometer de hoogste berg van Zuid-Amerika. En op de Aconcagua maakte hij deze twee foto's. Ik wilde eigenlijk ook Mount Everest gaan beklimmen, maar toen op een gegeven moment toen dacht ik, want je hebt dan geloof ik een kans van 10% dat je doodgaat. En dat was toch een risico dat ik iets te hoog vond. Dus in die zin wil je de absolute grenzen niet opzoeken? Nou, niet als ik niet heilig van overtuigd ben dat het heel, heel goed werk wordt, zeg maar. Ik maak nooit werk waarin ik denk dat er een redelijke kans is dat ik het niet zou overleven. Dat zou ik niet doen, denk ik. Ik woonde een tijdje in Sint-Petersburg. Ik zag er erg veel auto-ongelukken en ik vond het eigenlijk... Je wilde er ook willen zijn? Nou, ja. Ik wilde het op een bepaalde manier re-anceneren, zeg maar. Dus ik was meer op zoek naar het beeld dan dat ik echt mezelf wilde laten aanrijden. En ik vind ook, als je zo'n idee hebt, moet je het ook zelf doen natuurlijk. Je kunt niet iemand anders vragen om aangereden te worden. Vorig jaar deed Guido van der Werven een performance in New York. Hij zat gewoon achter een tafel, fles water erbij, banaan. Maar opeens stond hij op en rende hij weg met een bos kamillen in zijn hand. Hij ging toen naar het graf van Rachmaninoff, de beroemde componist. Een tocht van maar liefst 50 kilometer die hij rennend aflegde. Daarin kwamen twee dingen heel mooi bij elkaar. Aan de ene kant het stofje dat je als hardloper aanmaakt, dan wat je een goed gevoel geeft, een soort kick geeft. En tegelijkertijd stond die bos kamillen voor de troost die Rachmaninoff wilde brengen. Rachmaninoff die het in zijn leven een paar keer heel zwaar had gehad. En wat er zo mooi aan was, dat je kunt zien dat muziek voor Guido van der Werven soms nog belangrijker is dan de kunst zelf. Je componeert eigenlijk de muziek bij al je eigen werk. Aha. En hoe heeft dat nou met het beeldend kunstenaarschap te maken? Ik vind nog steeds muziek, dat is toch wel een soort ultieme medium. Omdat het zo
direct is. Hè. Het raakt je meteen of niet. En dat vind ik heel prettig. Dat is ook iets wat ik met mijn films probeer te doen eigenlijk. Ik wilde weten welke vleugel wordt er gebruikt voor pianoconcerten. Hoe kwam je er dan bij om hier in Steinway vleugel in dit toch tamelijk kleine appartement te laten takelen? Wat was de aantrekkingskracht daarvan? Dat was eigenlijk... Ik had toen een hoop films gemaakt waarin ik de soundtrack speelde. En ik had toen een hele oude gammele piano eigenlijk. En toen ik die films maakte, toen namen we altijd de soundtracks op in de pianostudio's. Waar ze gewoon mooie Steinways hadden. En toen realiseerde ik me eigenlijk dat ik waarschijnlijk nooit zo'n ding kan kopen, omdat ze heel duur zijn. En toen wilde ik een film maken, dus waarin ik er echt daadwerkelijk één koop. En het was dan ook gewoon logisch dat als je er één koopt, dan word je ook gewoon bij je thuis bezorgd natuurlijk. En toen dacht ik, dan is het mooi om dan van een film dan een pianoconcert te spelen. Dus het was eigenlijk heel vanzelfsprekend om dat hier te doen. Is je eikpunten, zijn dat ook toch meer muzici of componisten of toch meer beeldend kunstenaars? Muzici, dat is echt waarin ik ben opgegroeid. Hè? Bijvoorbeeld Chopin of zo, wat een van mijn favoriete componisten is. Die maakt ook extreem persoonlijk werk. Maar het door middel van muziek maakt iets zo open dat iedereen er bijna iets mee kan. Wat mijn definitie van goede kunst is, dat mensen gewoon heel persoonlijk werk maken. Dat ze vervolgens zo open en zo simpel kunnen weergeven dat het eigenlijk iedereen aanspreekt. Dat is eigenlijk wat ik probeer te doen. En ik denk dat Chopin daar toch wel kampioen in was. Het is ook heel moeilijk om werk te maken dat zo eenvoudig is. Hè? Ik vergelijk dat als met topsport. Des te eenvoudiger het eruit ziet, des te beter de atleet. En ik denk, ik vind hetzelfde met kunst eigenlijk. Ik heb ook een hoop problemen met kunst die er ingewikkelder uitzien dan dat het eigenlijk is. Ik vind het is onze taak om het er zo eenvoudig mogelijk uit te laten zien. Je hebt eigenlijk op vrij jonge leeftijd al een klassieker gemaakt, zeker voor Nederland. Nou is ja, dat prettig of is dat ongemakkelijk? Het is allebei natuurlijk. Ik denk, het is natuurlijk leuk om een soort hit-single te hebben. Maar ik denk, als je niet dan op een gegeven moment een nieuwe hit-single hebt, ik denk dat het dan heel vervelend wordt. Gelukkig is het werk nog niet zo oud. Dus ik hoop dat ik op een gegeven moment een nieuw werk maak, waardoor mensen het niet meer over dat werk hebben. Werk van Guido van der Werf is te zien in een groepstentoonstelling in Museum de Paviljoens in Almere tot en met 4 maart. Ik ben Lucienne.